Gebruiksinstructie Breezehaler inhalator. Indien u meerdere medicijnen inhaleert, overleg dan met uw zorgverlener welk medicijn u het beste als eerste kunt inhaleren. Wacht minimaal 1 minuut voordat u een volgend medicijn inhaleert. Zorg ervoor dat uw mond leeg is. Houd de inhalator aan de onderkant vast met de bedrukte zijde naar u toe. Haal met uw andere hand de beschermkap van de inhalator. Open de inhalator door het mondstuk van u af te duwen. Haal kort voor gebruik één capsule uit de strip. Heeft de strip scheurlijnen? Scheur dan één capsule in zijn verpakking los van de strip. Trek de folie ervan af en laat de capsule in uw hand vallen. Heeft de strip geen scheurlijnen? Druk dan de capsule door de folie heen. Plaats de capsule in de opening en klap het mondstuk terug tot u een klik hoort. Druk beide gekleurde knoppen tegelijk één keer helemaal in en laat ze weer los. De inhalator is nu geladen en klaar voor gebruik. Blijf de inhalator rustig rechtop vasthouden. Niet schudden, neerleggen of ondersteboven houden. Ga goed rechtop zitten of staan. Adem langzaam en volledig uit door uw mond. Let op dat u niet in de inhalator blaast. Breng direct na de uitademing de inhalator naar uw mond. Klem het mondstuk tussen uw tanden en omsluit het met uw lippen. Richt uw kin iets omhoog. Adem nu rustig en zo diep mogelijk in. U moet daarbij de capsule kunnen horen trillen. Houd uw adem minstens 10 seconden in of zolang u kunt. Neem intussen de inhalator uit de mond. Adem daarna rustig helemaal uit. Inhaleer nog een keer met dezelfde capsule. Klap het mondstuk open, haal de lege capsule uit de inhalator en klap het mondstuk weer dicht. Veeg het mondstuk af met een tissue en plaats de beschermkap terug. Spoel uw mond en keel met water. Eerste slok spoelen, gorgelen en uitspugen, tweede slok doorslikken.